haar winnaars zijn... er zijn ook verliezers. Amsterdam wordt landskampioen. Voor het eerst sinds 1998 heeft de hoogste afdeling van het dameshockey een andere kampioen dan Den Bosch. 17 jaar! En dan zijn we 70 minuten verder en dan staat er nu Amsterdam op die beker. Eindelijk! Na 17 jaar hoorde ik al, dus het werd wel eens tijd. Ja, ik ben wel echt heel blij. Het is echt, we hebben het echt verdiend. We hebben zo hard gewerkt, we waren zo fit en ja... 24 mei 2009. Hooggespannen verwachtingen, hoop, vrees, ontlading, vreugde en verdriet. Het zou een historisch middagje worden voor het Nederlandse dameshockey. Schatje, mag ik je foto? En doe er ook een nummer bij. Ik vind Amsterdam dit jaar duidelijk een paar stappen gemaakt hebben op het gebied van fysiek en mentaal. Maar zoals Den Bosch gisteren zich weer in de wedstrijd speelde, vond ik ook mentaal weer sterk. 50-50. 1-0 achter. Ja, dat klopt. Niet zo mooi, hè? Maar we zijn net begonnen, dus... Dat was 1-1. 1-1, ja, dat is schitterende goal, hè. Heel blij mee. Maar ze spelen goed, vind ik. Ze spelen echt beter dan gisteren, dus ik heb goed gevoel. Maar ook nog met 1-0 achterstand en dan terugkomen. Ja, geweldig dit. Ja, erg blij, ja. Het is rust, 1-1. Wat heb je gezien? Nou, weer een wedstrijd gezien dat ze allebei afwachten. En... ja, ik denk dat uiteindelijk dat Den Bosch toch wel beter is. Maar ze natuurlijk met die corners ze vallen net even iets meer aan. We hebben iets meer kansen. Dus ik denk ook de tweede helft dat we hetzelfde zien. Maar uiteindelijk denk ik dat Den Bosch toch aan het kortste eind trekt. Hoe kan het? Kansen niet afmaken. Niet scoren, dan win je niet. Dus dat is makkelijk gezegd eigenlijk. We waren gewoon beter en we speelden gewoon goed. Alleen als je niet afmaakt, dan win je niet. Is dat het verhaal van de 3 wedstrijden? Ja, ik denk wel een beetje eigenlijk. Het is zoals het is. En, we hebben gevocht voor wat we waard waren. En het mocht gewoon niet. Dus ja, dan doe je er weinig aan. Ik denk dat we gewoon vandaag zeker niet minder waren. En eigenlijk meer kansen hadden in Amsterdam. Maar ja, als je het niet afmaakt. En dat je zelf eigenlijk zo moeilijk maakt. En 1-0 voorkomt en dan niet doordrukt. En je kansen gewoon niet maakt. Ja, dan houdt het op. Rustig blijven en focus op de bal. Klaar. Dat is het geheim. Mijn geheim. En nou is het 2-1. Ja, en het spelen goed vind ik. Dus het wordt steeds dichterbij. Dus ik denk dat we een hele goede kans maken. De winnende coach heeft altijd gelijk, hè? Ja, dat klopt. Maar mooi om met zo'n jonge... toch grotendeels heel onervaren ploeg dit nu al te bereiken. Dus echt petje af voor die meiden.